Het was 7 oktober 2014, toen er op Altijd Melvin een gloednieuwe serie kwam. Een serie die een zeer groot succes was en een serie die ik super eng vond om te doen. Op deze dag kwam namelijk de allereerste aflevering online van Alien Isolation. En nu, bijna 6 jaar later, ga ik weer een kijkje nemen in dit fucking coole horrorspel. Het is echt waar, dames en heren. De Throwback Horror Zondag serie is nog niet voorbij. Het is gewoon dat augustus voorbij is. Ik ga in de maand september nog wat horrorspellen spelen die ik in het verleden heb gedaan en die jullie superleuk vonden. Laat dus nog wat spellen achter in de reacties die jij heel graag op de zondag in september terug wil zien. Maar nu voor vandaag gaan we eerst weer eens een kijkje nemen in dit coole horrorspel. Oh, damn. Dit is zo cool om weer een keer te spelen. Dit was een spel dat jullie ook ontzettend graag weer een keer wilden terugzien. En ik dacht, hey, laat ik er gewoon weer een aflevering van maken. Kijken of we nog wat herinneringen kunnen ophalen van vroeger. Final report of the commercial starship Nostromo. Okay, yeah. Third officer reporting. Ja, zeg het eens. Okay. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ja. Ash. Waarom zeg je dit zo langzaam? En Captain Dallas. Are dead. Ze praat echt met hele lange pauzes. Cargo ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. Cool. This is Ripley. Ja. Last survivor of the Nostromo. Ripley, Alien Isolation. Daar staat het! Ho! Wat cool om dit gewoon weer even te spelen. Gewoon even dat begin weer eens te voelen van hoe dit was. Ik hoop dat jullie hier zin in hebben, want ik in ieder geval wel. Holy chips. Ripley? Ja, ik zou net zeggen, dat zijn wij, toch? I'm Samuels. I work for the company. Cool. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. So, transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Oh. Om haar moeder op te zoeken, ja. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Heftig. Ik kan me dit niet meer herinneren als ik eerlijk ben. Ik kan me niet meer herinneren dat ze haar moeder zocht. Wauw. Cool, dat is wel echt gewoon leuk om weer een keer te zien. Het enige probleem wat ik heb is dat dit spel super lang is. En ik weet niet hoe ik dit nog een keer ga uitspelen. Wellicht dat ik het weer eens ga streamen. Maar I don't know. We gaan eerst gewoon kijken hoe dit ons afgaat. Na 6 jaar. Holy, kijk eens aan. In zo'n pot. En daar zijn we dan. Riley. Kunnen we lopen? Ik zal het heel leuk vinden. Ja! Woep woep!
Riley in the house! You, sign in. Oh ja, dat zijn die opslagdingen. Explore the torrents. Welkom. A. Ripley. Amanda Ripley zijn wij. Laten we eens kijken, wat hebben we hier allemaal? Damn, dit is echt leuk om weer te doen. Get dressed. Get dressed. Best objective ooit. Waar moet ik dat doen? Waar moet ik me dressen? Is er een plek om mij te... Oh! Oh, dat ziet er goed uit. Is dat geüpdate? Cool. Get dressed. Ja, en dat krijgen we dan weer niet te zien, hè? Tjonge, jonge. Nou, we hebben in ieder geval de objective completed. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier... Oh ja, die magazines hier liggen. Hier ligt een of ander gek piepdingetje. Hallo. Oh ja, terminals waar we kunnen in zijn. Dat is waar ook, joh. Just missed you. Ja, al die briefies. Al die briefies van die mensen, hè. Dat is waar ook. Waar moeten we in ieder geval nu heen? In een douche? Kunnen we douchen? Wauw, wat een... Wat een kwaliteit gameplay, dames en heren. Ik ging in mijn... kleren douchen. Laten we in ieder geval maar gewoon teruggaan. Volgens mij is dat de bedoeling. Ik weet het namelijk niet zeker meer. Laten we eens kijken. Zullen we gewoon doorlopen? Hallo? Is hier ook iemand? Of ben ik inderdaad nu helemaal alleen? Is iedereen doodgegaan op dit stomme ding? Daar lijkt het wel op. Dat kut. Dat je dan alleen in zo'n gigantisch ruimte... Oh, nee. Ik zou net zeggen. Hallo, Gerard, Pieter. Ik weet niet wat je naam is. Yo, hoe is het met jou? Hallo. Ripley. Samuels. Ja, dat ben ik. Oh, Samuels. Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo. Yes. Yep. M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Yeah. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Oh yeah. Haven't seen her. I'll go check on her. Okay, speak to Samuels. Have we completed. Wat is onze volgende objective? Ik moet trouwens zeggen, voor een spel uit 2013 ziet het er goed uit. Holy, dat had ik echt niet meer verwacht. Het is echt, echt cool om dit weer te zien. Nou, laten we in ieder geval naar die vrouw gaan. Ik weet niet waar dat is. Moeten we gewoon dit helemaal aflopen of zo? Hierheen? Wow! Wow, de knetter! Wat cool. Ik vind het echt leuk, sorry. Ja, daar is ze! Hallo vrouw, is jouw hypersleep gegaan, Taylor? Met wie heb jij gekaard? I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. Okay. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years and you... Yep. It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? Ja, ja, die heb ik al gezien. He's probably been up for hours. Ja, ik heb Samuels al gezien, jongen. Rustig aan. We gaan even kijken wat die terminals hier allemaal zeggen. Oh! Oké. Hey Taylor, I got your case request. It may take a while to dig out the files, but oh. Oh, kijk, dit zijn wie we allemaal zijn. Wat leuk. Oh! Oh, Amanda, waar moet ik heen? Oh! Moet ik jou volgen? Ik zet trouwens... Ja, wacht. Ik zet al een... Ik ben in de war met alle namen. Maakt niet uit. Laten we hem volgen. Samuels, wat gaan we doen, gozer? We moeten hier naar de... Oh, mijn god. Dat wil ik zien. Wow. Ja, echt. Ging allemaal goed. Ik wil dit zien. What? She was a wreck when I bought her. Het ziet er zo vet uit. Hallo, meneer. Sorry. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits. Is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep nice. So I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Collect your briefing documents? Serieus? Moeten we dat op zo'n PC doen of wat is de bedoeling? Waar de heck moet ik mijn briefing documents krijgen? Dit ziet er trouwens echt vet uit. Dat is echt gigantisch mooi. Maar, wacht. Ik heb kan jij mij helpen met mijn briefing documents? Oh. Oh. Gotcha. Ja, daar gaan we.
Oh, wat cool. Kijk, dat is dus een vliegende stad, hè? Het is gewoon echt bizar. Switch to monitors. Is echt sick. Sevastopol Station. Wow. Sevastopol. It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. Oh. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Uh-oh. Hello, Marshal? Marshal, this is the Torrens. Say again. Dat klinkt niet goed. Wat vet om dit weer te zien. Ik vind het echt sorry, ik blijf het zeggen. Seemed pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. Okay, dankjewel. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Dankjewel. Dat zijn trouwens echt hele gekke outfits. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Niet hyperventileren, dat is niet goed, vrouw. Dat is echt gewoon heavy breathing intensifies, jezus. Depressurizer. Fuck, hating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Die Taylor is echt een mietje, die is echt gewoon bang. Wow, kijk hoe cool dit is. Zo fucking vet. What the fuck happened here? My god, Ripley. You're doing good, Tim. What the F? Uh-oh! Taylor, Ripley, hold on! Oh, shit. Samuels! Taylor, respond! Anybody! Nou, daar hang je dan. Dat is mooi kut. Holy damn. Ze heeft wel weer echt natuurlijk het geluk dat ze bij zo'n deur komt, hè. The fuck. Maar we hebben nu gewoon net binnen 5 seconden onze vrienden verloren. Chapeau, dat is echt gewoon goed bezig, hoor. Maar wat gaat hier gebeuren? We zijn binnen. Damn, we zijn binnen! Haha, wat cool. Uh-oh. Gekke geluidjes zijn er gaande. Damn, kijk dit dan. Is ons masker nou beschadigd of is dat allemaal ijs of zo? Wat is dat? Ziet er een beetje gek uit. Holy shit. Waar moet ik hierheen? Hallo? Oh, oké. Okay. E-change? Oh, kijk. En nu noemen we die outfit uit. Find help. Ik kan me dus niet meer herinneren of er nog mensen leven op dit schip. Ik weet wel dat dit schip is aangevallen door een alien. Volgens mij is het er één, ik weet het niet zeker. Maar, oh. Use Reg. Oh ja! Zijn dat deze plekken? Save game. Woep woep! Haha, die zijn handig om te hebben. Do you want to over... Ja, prima joh. Schrijf me gewoon over. Doet me helemaal niks. Nou, hebben we in ieder geval opgeslagen. Hier liggen injectors. Wat hebben we nog meer? Helemaal niks. We moeten hulp zoeken. Je zou maar landen op een schip waar iemand schreeuwde van dat alles kut gaat. En dan moet je hulp zoeken. Oh, oh damn. Als ik in een ruimteschip zit en ik hoor deze geluiden, dan zou ik best bang zijn. Hallo. Zelfs vuur op zo'n schip? Hoe dan? Er is gewoon vuur. Oh! Dit is niet goed. Dit is echt gewoon compleet niet goed, zeg maar. Als, holy damn, we moeten hier snel wegrennen voordat de hele toko opblaast. Kom op, waar moet ik heen? Hierheen? Ik ren wel gewoon.
Of moet ik hierin? Oh, wat? Wat zijn dit voor gekke schachten dan? Ja, ik kan me het nog wel herinneren nu ik erin kruip. Hier hangen zelfs gewoon lichtjes in voor mensen die hier eerder lang zijn gegaan. Damn. Laten we gewoon kruipen. We moeten dit gewoon even gaan doen, hè. Dit moet gewoon. Kijk, hier is de uitgang. Wat handig, joh. Hebben we gewoon die vlammen daar gewoon overgeslagen. Wat een makkelijk leven, hè, die schachten. En ik heb hier ook allemaal scrap. Wat kan ik daar ook weer mee? Kon ik dingen maken in dit spel? Oh, ik moet echt toegeven dat dit allemaal veel te lang geleden is. Echt veel... Oh! Zo de knetten. Wat? Ik heb gewoon held verloren doordat ik daar overheen liep. Dat meen je niet. Dat is gewoon echt heel naar. God damn. God damn. Ja, precies. Een flare. Moet ik hier gewoon lopen? This will help. Q to open en dan de flare. En dan aandoen of zo? Wat is de bedoeling? R to activate. Oh, ja. Oh, wat cool. Maar waar moet ik heen? Kan ik springen? Kan ik kruipen? Oh ja, kijk, daar gaan we. Someone you always know. Ik weet niet wat er staat. Laten we doorrennen. Kijk eens aan. Kistjes, doosjes, van alles en nog wat. Waarom zit er trouwens op deze band? Wat is hier de bedoeling van? Is een soort van vliegtuigen. Oh, wat? Oké. Hier loopt de dood. Waar moet ik dan heen? Hallo? Wat de heck? Ik kan niet herinneren dat ik er 6 jaar geleden zoveel moeite mee had. Maar oké. Oh, kijk. Hier is iets. Oh. Damn. Gewoon, dat is handig. Hupsakee. Bam. Bam. Oké, dat hoor ik. Is dat al de alien? Ik weet het niet eens. Ik weet niet eens of ik het wil weten ook. Hallo, is hier iemand die mij kan helpen? Ik ben hier net geland en ik voel me echt niet fijn. Een radio. Oké, cool. Hebben ook niks aan. Het is hier echt een dode boel, man. Er is hier gewoon helemaal... Wow! Anyone here? Dat is echt de meest coole maquette ooit. Maar ondanks die coole maquette moeten we wel even zien waar we naartoe kunnen. We hebben een passcode required, oké. Een deur die power nodig heeft. Wat? De stroom is gewoon uit op dit ding? Is het allemaal noodgeneratoren die dit voorzien? Dat meen je niet. Update your map. Oh, dat is waar ook. En wat hebben we hier dan? Use. Oké. Is dat stroom? Wat de heck? Oké. Nice. We hebben gewoon een generator aangezet. Kijk eens aan. Oh, is het nu kapot? We kunnen in ieder geval opslaan. Dat had ik niet eens gezien. Cool. Oké. Laten we dit ding gebruiken, want we hebben een code nodig. En ik denk dat die code hierin staat. Nou, 0340. Dat is niet zo moeilijk. Kill the power. Harris, Turner, get back here now. We don't have tracks somewhere in the engineering. Lock the thermal down, kill the power. And don't forget your reports, make them thorough. Oh, damn. Harris, moest de stroom... Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power. Oké. Cool. Laten we maar gewoon naar die deur gaan. Ik heb die briefjes een beetje gelezen. Maar het was dus dat ze het hebben over iets dat is gebeurd. Dat is best naar. Gewoon dat jij dan op zo'n schip komt zie. Wij weten natuurlijk dat er een alien is. Maar dat je hier opkomt en denkt van, hey, waar is iedereen? En dan zit er blijkbaar een alien. Dat is toch echt gewoon echt heel naar. We kunnen in ieder geval doorlopen. Wat hebben we hier? Opslag. Scrap. Cool. Heel veel scrap. Flares. Heel veel flares. Wat hebben we nog meer? Oh! Blueprint. Dat is misschien wel handig. Crafting menu. Oh, een med... Holy shit, hé. Oh, we moeten nog een bonding agent hebben. Dan kunnen we een medkitty maken. Ik kan me niet herinneren dat je zoveel kon maken in het spel. Wat graaf. Wauw. Ik ben echt de grootste Mogol... Ooit! Oh, wat? Wat? Er rennen mensen! Oké. Er rennen mensen langs. Wacht even. Ik ben even maar apropos, want ik ben echt een Mongol. Maar waar gingen die mensen heen?
Serieus? Ze hebben de deuren achter zich dicht gedaan, dat meen je niet. Ik... Wat? Dat vind ik naar. We hebben dus leven gezien. Er is nog leven op dit schip. Daar ben ik blij om. Dat betekent dat we niet helemaal alleen zijn. Het enige wat ik niet begrijp is waarom ze renden. We gaan dan maar door deze deur heen. Kijk wat we hier hebben. Hallo. Ik kom in vrede, zeg maar. Oh, dat meen je niet. Wat gebeurt er? Wat de heck gebeurt er? Hallo? Oh, jongens. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom die lui rennen. Wat de hel is hier gebeurd? Ja, inderdaad. Het is ook zo groot. Het is echt niet normaal. Kunnen we hierheen? Lijkt het niet op. Nee, god, al die deuren ook gelokt, hè. Omdat overal de stroom uit is gevallen. Het lijkt me aan de ene kant wel ontzettend gaaf om op zo'n vliegtuigding schip te leven. Maar aan de andere kant zit ik ook een beetje van, ja, is het wel echt daadwerkelijk zo leuk? De torrents. Oh mijn, de torrents. Waar wij van... Oh, damn. Ze zijn dus nog wel in de buurt. Oh, dat ziet er echt... Oh, wat doet die? Ga niet dicht! Damn it. Waarom gaat het nou weer dicht? Wat is het nou weer? Jeetje, kritje, man. Wat een onzin. Nou, we weten in ieder geval wat we moeten doen. We moeten... Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar ik word wel bang. Wat is dit? Oh, de stroom. We moeten weer de stroom aankrijgen. Man, man, man. Power level 2. Power level 3. Hupsakee, bam. Druk op die knop. Nu kunnen we de stroom... Oh. Oh, dat was serieus alles wat ik hier moest doen? Dat was echt gewoon makkelijk. Easy. Laten we eens kijken. Hallo, deur. Kunnen we door jou heen? Wat hebben we hier? Oké. Van alles en nog wat. Wat dingen die we kunnen collecten. Ik zet stroom aan en ik hoor echt... Wat de heck is dat? Laat ik maar gewoon weer deze opslaan. Dat klonk niet goed namelijk. Bam, opgeslagen. Cool. Wat is er nog meer hier? Een plaything. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. Rumors. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Damn. Apollo is dus het systeem dat we nodig hier hebben. Oké, dit is cool. Dit is echt heel cool. Damn. Wat een avontuur is dit weer. Ik wil jullie gaan bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie weer een beetje de herinneringen hebben weten op te halen van Alien Isolation. Ik in ieder geval wel. Ik wil dit spel echt ontzettend graag gaan livestreamen. Ik ga geen serie ervan maken. Dat is gewoon super lang, super veel. Maar een livestream moet kunnen. Laat allemaal een blauw duimpje omhoog achter. En dan ga ik het misschien ergens deze maand, volgende maand in een livestream spelen. En kijken of wij nog meer herinneringen kunnen ophalen. Voor nu bedankt jullie voor het kijken. Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast of wat anders. Laat een reactie achter met wat spellen jij nog wil zien. En abonneer. En belletje en zo. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen!